Bonjour. In Giel's huis. Vertel. Wat? Oh, dit is de gang. De gang. Dat is de deur. This is my crib. This is the kitchen. Dat is een geweldige fornuis. Echt een mooi fornuis. Mag ik me vertellen? Ja. Daar komt de vriezer. Hier komt de wasmachine. Ja. Met de boiler. Met de extra boiler. Hier komt de chillkamer. Waar gewoon mensen kunnen blijven overnachten, waar ze kunnen slapen, daar komt een slaapbankje. En hier kun je dit gewoon, wat gewoon relaxen, een relaxed kamer. Het zijn deuren. Oké. Oké, dit wordt de wc. Met een hangend toilet zo. En daar komt nog een tv, daarachter. Komt je wel. Je hele beeld moet je vertellen meteen, met de deur, de spiegel. Maar hoe kan je dan tv kijken? Oké, op de deur komt de spiegel. En daar kan je jezelf dan zien. Ah, en de tv. Oké, goed. Volgende. Dit wordt de badkamer. Hier komen, zeg maar, daar komen twee lichtjes. En hier komt ook een lampje nog. Je wordt apart. Hier komt dan gewoon een wasmeubel. En hier komt dan van glazen blokken komt hier een wand helemaal. Waarbij je hierachter gewoon een verlichting krijgt. Zeg maar, alleen voor in je douche. Daar komt de kraan. Spreekt voor zich. En misschien dan nog muziek, hè? Op precies advies. Ja, ja. This is the master bedroom. Where the magic happens. En nog gaat gebeuren. Inderdaad. Ja, dit is de woonkamer. Hier komt de bank zo, hierachter. Hier daar komt de tv. Hier komen gewoon mensen van dicht de bank zitten. Ja, daar komt ook nog een meubel als het goed is. Daarachter, daar komt nog een grote meubel, een grote kast. En op de wand zeg maar komen vier centrale lichtpunten wat totaal allemaal gedimd kan worden. 1, 2, 3, 4. En dan komt hier, dit was een aparte, was eerst een aparte kamer, hier komt zeg maar één glazen wand ook. Als het lukt. En dan komt hier nog een kantoorruimte. Waar we gewoon, weet je, waar ik mijn opleidingsdingen kan doen. Waar ik net gewoon kan chillen, was kan schilderen. Als je alles kan regelen. Dus, En wat heb je allemaal in je koelkast?